26 weekse rondom zuiverheid en bewustzijn. Ja. En dit is begonnen in jouw hoofd. Ja, dat klopt. Nou, het idee dat we in een virtuele realiteit leven, dat blijft mij ongelooflijk intrigeren. En ik kom daar, en je kunt enerzijds is daar heel veel theorieën over te vinden en is dat ook prachtig. Maar ja, ik kom daar ook steeds vaker in mijn dagelijks leven, in de realiteit, onomstotelijk dingen van tegen. En ja, jij en Martijn zijn voor mij twee mensen die mij met grote regelmaat inkijkjes geven in hoe jullie beeld is achter deze realiteit dan. We hebben het een beetje koud wel. We staan heel hier in... koud! We staan hier in een zonovergoten, prachtig Wassenaarsbos. Geen ontbering te bar hier, hoor. Wil je me ze vertellen? Hoe kwam je op het idee eigenlijk? Welk idee? Mijn hersenen zijn bevroren. Je kwam op een gegeven moment even overnieuw. Take 685! Het is gelukkig. Voelt het aan als min 685. Dus ik ben blij dat hij niet te veel takes doet. Ja, dat doet hij altijd, weet je wel. Maar ondertussen, hè. Zeg ik, god, wat de blauwbek hier. Baars de warm chocomel. Opnemen is bij ons nog niet zo makkelijk met al dat geluid. Nee. Ja, en mocht je onbekend zijn met het concept van het leven in een virtuele realiteit, heb ik even een klein intro filmpje gemaakt over hoe je er tegenaan zou kunnen kijken. Of hoe er vanuit de wetenschap tegenaan gekeken wordt. Want ook in de wetenschap zijn er inmiddels velen die omarmen dat we met z'n allen in een virtuele realiteit leven. Het klinkt misschien ongelooflijk, maar er zijn vooraanstaande wetenschappers die aantonen dat de wereld zoals we die kennen, compleet met de bloemetjes, de bijtjes en alles in de kosmos, een virtuele realiteit is. Dat hetgeen we ons leven noemen zich in een holografisch universum afspeelt en dat we dat collectief zijn vergeten. So you're saying as you dig deeper, you find computer code writ in the fabric of the cosmos. Into the equations that we want to use to describe the cosmos, yes. Computer code. Computer code, strings of bits of ones and zeros. Nu zijn de eerste virtual reality games vrij primitief. En toch krijgen we last van hoogtevrees als we in zo'n spelletje op de rand van het dak van een wolkenkrabber staan. Hoe zou een virtual reality game eruit zien als dit 10.000 jaren verder is ontwikkeld? Er is inmiddels wetenschappelijk vastgesteld dat alle informatie die we via onze vijf zintuigen binnenkrijgen, neurologische signalen zijn die geïnterpreteerd worden door ons brein. De neurowetenschap laat ons zien dat ons neurologische circuit, met technieken die zich vandaag de dag in het publieke domein bevinden, vergaand kunstmatig beïnvloed kan worden. Dat geldt ook voor kunstmatig ingrijpen op atomair niveau door nanotechnologie en kunstmatig ingrijpen op genetisch niveau. Kunstmatige intelligentie heeft inmiddels een zelflerend neuraal bewustzijn en is vele malen intelligenter dan de hersenen van een biologisch lichaam ooit zou kunnen bevatten. Is het dan zo'n onmogelijke gedachte dat de wereld zoals we die kennen een virtuele zou kunnen zijn? We vinden het nu nog bijzonder dat de HEMA een restaurant heeft geopend dat bijna volledig door robots wordt gerund. Dat kunstmatige intelligentie door middel van wifi dwars door muren heen naar mensen kan kijken en ze ook kan identificeren. Dat er speciale headsets zijn die opdrachten uitvoeren die je in gedachten uitspreekt. Dat het Amerikaanse leger heeft geïnvesteerd in nanodrones in de vorm van insecten met camera's, microfoons en injectienaalden aan boord die aangestuurd worden door kunstmatige intelligentie. Dat auto's, bruggen en organen uit de 3D-printer rollen. Dat consumptievlees nu gekloond kan worden en in een lab groeit in plaats van graast in de wei. Of dat je in China genetisch gemanipuleerde, lichtgevende huisdieren klonen op kleur en vorm kunt bestellen. Maar dat is allemaal nog kinderspel vergeleken bij wat er op dit moment nog meer mogelijk is. Wetenschappers hebben bijvoorbeeld onderling al een herinnering uitgewisseld tussen twee levende wezens en er zijn al breinen geüpload in een computer.
De eerste primitief ogende robot mag inmiddels officieel burgerschap in Saoedi-Arabië hebben gekregen. Maar wie zijn we ten diepste zelf? Elon Musk, de directeur van Tesla, maar ook van Neuralink, wil door middel van de Neuralace in de nabije toekomst onze breinen collectief aan de cloud koppelen. The solution that seems maybe the best one to have an AI layer. If you think of like you've got your limbic system, your cortex, and then a digital layer, sort of a third layer above the cortex, could work well and symbiotically with you. We're already a cyborg. Hoe kunnen we dan nog weten dat we voor onszelf denken? Of dat kunstmatige intelligentie voor ons gaat denken? Of ons hele leven in feite denkt? En hoe kunnen we zeker weten dat onze huidige gedachten en alle informatie die ons nu via de zintuigen bereikt van onszelf is? Ter voorbereiding op het onderwerp straling vroeg ik Martijn of hij zijn beeld wilde delen over wifi en stralingsmasten. En er blijken op het gebied van eigen gedachten nog wel wat addertjes onder het gras te zitten. De technologie die gebruikt wordt is een op resonantie, op informatievelden gebaseerde technologie. En wij hebben in onze computer enen en nulletjes. En dat is een taal, de digitale taal. En daarmee wordt dus een script gelanceerd. Maar dat is eigenlijk al lang 30, 40 jaar geleden. Kijk, het is 1992, waarbij er kwantumcomputers werden geactiveerd. En die kwantumcomputers werken niet via enen en nullen. Die kwantumcomputers die functioneren. En nou hebben we het ook over de militaire inlichtingendiensten. Dus niet de MIVD van Nederland, maar nog echt lagen daarachter. Die functioneren op basis van informatieuitwisselingen, dus informatienetwerken. Die functioneren op basis van niet enen en nullen, maar die maken gebruik van het aanhechten van trillingsvelden. Dus noem het maar een trilling, een resonantie. We noemen het ook als geometrieën. En in die trillingsvelden, daar liggen dus complete informaties opgeslagen. En die trillingsvelden worden ingepakt. Die worden ingepakt, dus dat is niet het ene en nullen meer, maar dat zijn informatievelden. En die worden ingepakt, die worden geritst als het ware, in de frequentie van wifi of van GPRS. Een soort zip-files. Ja. Dat zijn resonantievelden. Die zitten dus verpakt in het wifi-signaal. En dat is een exact dezelfde manier hoe ons brein werkt. Nou, dat was een klein voorproefje over één van de onderwerpen. En in de 26-weekse verdiepen we de kennis onder meer met hoe je nou kunt herkennen wat echt eigen gedachten zijn en wat gestuurde gedachten zijn. Hey Monique, tussen alles wat we naar voren laten komen, is er voor jou persoonlijk een onderwerp dat eruit springt? Wat bij mij als eerste binnenkwam toen jij hiermee kwam en het wat vastomlijnder werd, is eigenlijk het woord openheid, wat natuurlijk ook een energieveld vertegenwoordigt. Toen dacht ik, ja, dus al die zogenaamde onderwerpen, hè, dus dingen die over ons leven gaan of lijken te gaan, en thematieken waar we allerlei systeemdenken op hebben losgelaten en ook vrije gedachten bij hebben. En die hebben eigenlijk, al die onderwerpen hebben één overeenkomst voor mij. En dat is de mate van openheid. Dus dat vind ik, dat intrigeert me nog het meest eigenlijk. Openheid. Dus als je iets wil weten over een onderwerp, is de weg hier die we op aarde bewandelen en die we ook aanleren als heel jong kind al, eigenlijk om kennis op te doen over dat onderwerp. Bestaande kennis, vanuit bestaande energievelden, hè, dus die zijn al opgebouwd uit kennis. En daar gaan we dan in rijken. En zo wordt ons aangeleerd, middels boeken of cursussen of opleiding.
Of door naar je ouders te luisteren. Of nou ja, er zijn allerlei manieren voor. Maar dit is dé manier om kennis te vergaren. En ja, dus ook dé manier om openheid in zo'n kennisveld te ervaren, te voelen. En ik heb eigenlijk al heel jong aangevoeld in mijn leven dat die zogenaamde openheid op vele gebieden, hè, die je eigenlijk al tegenkomt als baby die net geboren is. Hè. Dus dan ervaar je al de eerste vorm van openheid en dan heb je je ouders en daar open je je voor. En dan komt er op een gegeven moment onderwijs en daar ga je voor openen. Dat moet zelfs. En zo zijn er allerlei gebeurtenissen waar je voor dient te openen. En ik merkte eigenlijk al heel jong dat ik daar weerstand op had. Dat ik dacht, ja, maar waar open ik mij dan eigenlijk voor? Ik had alleen de woorden niet. Dus je dient je eigenlijk te committeren aan en te openen voor allerlei energievelden die hier al liggen. Dus die ook door allerhande wijze mensen al bekeken, betast en neergezet zijn en gevormd zijn. En nog een keer gevormd en hervormd en omvergestoten om opnieuw gevormd te worden. Maar wat blijft bestaan is een openheid tot aan de rand. En daar wil ik graag voorbij in elk onderwerp. Dat is ook hoe ik schrijf. Dus dat intrigeert me enorm. En het feit dat jij dan dit zo neerzet, is voor mij, maar ik denk ook voor veel andere mensen, een laagdrempelige, fijngevoelige manier om eens gewoon te kijken per onderwerp. Van nou, om daar gewoon eens mijn gedachten of bij andere mensen hun gedachten over te laten gaan. En door te laten gaan. Hè? Dus dat je door gaat denken. Dat je eigenlijk gewoon de diepte pakt van één onderwerp. En wat ik vaak genoeg gemerkt heb is als je de diepte pakt van één onderwerp, dan kom je op een gegeven moment op een laag en daar zijn de onderwerpen meer met elkaar in verbinding. En als je dan nog dieper zakt, dan krijg je steeds meer verbinding en dan gaan die losse woorden, de afleiding achter de woorden, die verdwijnen langzamerhand en die losse woorden die gaan samen. En dan krijg je een hele wezenlijke vorm van verbinding. En ik heb ook vaker meegemaakt in mijn leven dat de kracht van een groep daarin heel, heel sterk kan zijn. Dus het openen van nieuwe velden. Om in potentie nieuwe levensvreugde aan te boren is een heel krachtig soort focus. En gedeelde focus. Het is echt op weg naar dat oprechte eigene samen. Ja, die is gigantisch groot. En ik denk dat er daarom zoveel systeemdenken voor ligt. Want als we die zouden voelen met z'n allen, ja, dat we daarin in staat zijn om hele systemen in één keer, in één vingerknip gewoon omver te zetten. Of naast ons neer te zetten, met alle respect. Het hoeft geen oorlog te worden, geen strijd, juist niet. Ja, als we die kracht zouden snappen, dan hoezo virtuele realiteit? Snap je? Dan gaan er zoveel dingen schuiven. Dan gaat de hele werkelijkheid er anders uitzien in aanvang. Ja, dat intrigeert me mateloos. Dus ik heb er echt ongelooflijk veel zin in. Ik dank je wel voor de uitnodiging. Ik vind het ook echt een eer om daaraan mee te doen. En mijn bijdrage te leveren. En ik voel heel veel beweging. En heel veel nieuwe facetten. Licht zouden we dat kunnen noemen. Maar dan ontdaan van alle valsheid. Ze zeggen wel eens kennis is macht. En dat is natuurlijk absoluut niet waar. Want kennis is gewoon inzicht. En inzicht geeft bevrijding. Dat is eigenlijk juist de volgorde. Als die kennis, inzichten er dan zijn, pas ik ze ook toe. Want daar gaat het ook om. Hè? Het gaat niet alleen om kennis vergaren. Ik zie binnen de bewustzijnsgroepen op deze planeet mensen ontzettend veel kennis vergaren. Maar ze blijven gewoon eens doen zoals ze doen. Ze blijven leven zoals ze leven. Ze blijven denken zoals ze denken. Ze blijven handelen zoals ze handelen. Ze blijven beoordelen en bekritiseren zoals ze beoordelen en kritiseren. Het gaat om dat je uit de kaders durft en kunt stappen. Dus het gaat ook om de actie. Je moet ook werkelijk anders zijn. Ik ben er klaar voor.